Maar superleuk vond ik dit eigenlijk. Een intolerantie voor koemelk. En zuivelkoel heel hoog. Het ligt echt geweldig. Barcard, serveertafels. Wat ruik ik nou? Ik ruik ook, vind ik, de mooiste stoel die ik heb gezien in mijn leven. Balsamico crème. Hij heeft de deuren gehaald. En nu een feestje. Allemaal, ik heb niks gevlogd vandaag, maar ik ben naar de sportschool geweest. Toen was ik bijna klaar en toen kreeg ik ineens hulp van een trainer. Want ik weet eigenlijk nooit zo goed wat ik aan het doen ben. En toen heeft ze een uur met mij meegelopen en zo. Een heel schema gemaakt met welke oefeningen ik moet doen. Ook meegekeken met shiatsu, wat ik niet mag met mijn pols, met mijn rug. En wat oefeningen laten zien. En het voelde echt super goed. Dus dat is echt fijn. Verder heb ik echt alleen mijn vlog bewerkt vandaag en online gezet. Maar dat is ook weer iets. Weet u nu dit? Dus het restje van gisteren wat we met vrienden hadden. En heb ik wat tomaatjes vers door die saus gedaan. En er een soort van raita-tzatziki bij gemaakt. Vanavond nog even de kast in elkaar zetten, denk ik. En onze maandag al voorbij. En morgen gaat ze mijn eerste invaldag. Dus dat is best wel spannend, maar ik hoef niks voor te bereiden. De tweede laag van de tafel gaat erop en het spul is dus wel goed. We hebben dus dit spul. Ik kan er ook heel lang mee doen, want dit is 2 lagen. En hij verkleurt niet. Dus er was ook een andere lijn van dit merk. En die schijnt dus wel te verkleuren, maar deze niet volgens mij. Als ik er zo naar kijk, ziet hier gewoon precies hetzelfde uit. Goedemorgen, ik ben altijd nieuw op school, maar niemand weet waar ik heen moet, want mijn contactpersoon is er nog niet. Dus ik ga even plassen en in de teamkamer wachten, maar ik vind het helemaal prima. Komt goed. Ik heb dit dus aan, want ik vind het gewoon superleuk. Superleuk vond ik dit eigenlijk. Sowieso echt heerlijk om zo'n chille outfit aan te hebben, merk ik, want je weet niet waar je komt. Dus bij kleuters zit je de hele tijd te bukken op de grond en zo. En is het gewoon lekker dat je niet de hele tijd je broek hoeft op te hijsen of een jurk of wat dan ook. Ja, ik probeer het in te stellen, maar het lukt niet. Maar... het was heel vaag, want we hadden dus vandaag een zorggesprek. Ik wist niet waar ik terecht zou komen. En uiteindelijk heb ik een kleutergroep gehad en een groep 4. Ik hoopte stiekem ook dat ik een soort 8 zou krijgen. Want ik ben zo benieuwd of ik dat leuk vind en of me dat lukt ter orde en zo. Gewoon heel leuk eigenlijk, maar ik wist dus echt totaal niet wat ik moest doen. Ik werd echt compleet in de dieven gegooid. Maar zo, dat ga je krijgen. De ene keer zal het perfect voorbereid zijn, de andere keer niet. Dus ik ging... Bij de kleuters moesten ze gewoon zelfstandig, zeg maar... Had hij hiervoor uitgestippeld waar ze moesten gaan werken... Daarna in de kring, nou dat duurde natuurlijk super lang, want het moest een bepaalde volgorde en dat was heel moeilijk voor kleuters. En lekker een beetje, het was echt super gezellig, ze luisterden super goed, een beetje de dag besproken. En toen moest ik naar groep 4 en daar heb ik begrijpend lezen gedaan en nog rekenen afgemaakt met tafels. Ook meteen ook even nagekeken. Toen moest ze daar weer naar de gym, toen ging ik weer naar een andere kleutergroep, maar daar was ik eigenlijk niet nodig. Dus zat ik er een beetje bij eigenlijk, ik heb me naar buiten, maar jassen aan, een beetje dat soort overgangsmomenten en daarna nog... een dicté gegeven, maar dat lag dan bijvoorbeeld ook niet klaar. Dus dat heb ik dan maar bij een buurvrouw geleend. En ook net nog even in een kwartiertje nagekeken toen ze naar buiten gingen. En toen ging ik alweer naar huis. En nou, ze luisteren wel heel erg goed naar me. Ze zeggen, oh, doe je? En zo. Dus ik denk dat het me wel ligt. Ik vond het wel leuk. En ik vind het ook leuk om bij de teamkamer gewoon van... Hé, hey, en ik ben die en die. En doei. En gewoon gezellig, sociaal, spontaan. Ik denk dat het me wel ligt, dit. Dus ik vond dit in ieder geval leuk. Volgende week ga ik weer invallen. En dan best wel een lange dag. Eerst tot 12. En dan nog van een uur niks of zo. En dan 1 tot 3. Dus, en dan gewoon voor 1 groep. Dus nou, ik deel dus niet door welke school ik ga. Want daardoor kan ik dus wel delen hoe de dag was. Want ik zou er ook voor kunnen kiezen om te zeggen naar welke school ik ga. Maar dan vind ik dat ik weer niks mag zeggen over hoe het was. Dus op deze manier zeg ik puur in welke plek ik ga. Je ziet niet waar ik nu ben, zeg maar. En dan ja, doe ik dat. En dan kan ik wel een beetje delen hoe het was. Dus. De shiatsu begint pas om 2:45 en het is nu 10:10. Ik belde of ik toevallig eerder mag komen, maar hij zei kom nu maar. Want het is hier 10 minuutjes vandaan, dus dat is heel fijn. En wat ik wel heel leuk vind, merk ik ook hier aan, is ik hou gewoon heel erg van gewoon lekker ergens naartoe rijden. En je ziet wel waar je uitkomt en verschillende plekken ontdekken en zo. En dat is wel echt met invalwerk heel leuk als je op verschillende scholen zit. Ik bedoel, je weet nooit waar je terechtkomt en daarom wil ik het liefst dus ook... Ik had al nog een verzoek voor deze school gekregen voordat ik hier überhaupt geweest was. En die had ik afgezegd, zeg maar. Want ik wil juist zoveel mogelijk verschillende scholen ervaren. Dus ik vind dat wel echt heel leuk. Dat is waarom... Ja, dat is wat vrijer of zo. Een vrijer gevoel. Ik bedoel, je wordt wel verwacht en je weet gewoon... Je moet een hele dag werken, maar het is anders. Ik hou daarvan. Ik vind dat leuk. Ik vind het ook echt leuk om dan in de buurt te kijken, want hier is er niet echt wat. Maar ja, ik vind dat leuk. Ik moet nog steeds mijn bloeduitslag delen van een maand geleden. Ik beloof dat ik dat er nu zo in ga plakken. Oké, dat komt nu. Oké, jongens, ik moet jullie dus nog steeds mijn bloeduitslag vertellen. Wat eruit is gekomen bij Yvonne. Ik heb haar dus toen telefonisch gesproken. Het is inmiddels echt alweer een tijdje terug. En ik heb de uitslag van de test gekregen. Die zal ik ook even laten zien hoe dat eruit ziet. Maar er is best wel veel uitgekomen. Inmiddels zijn we wat verder. En gaat het dus ook echt veel beter. Ik heb bijna geen buikpijn meer vergeleken met het eerste. Eigenlijk af en toe nog buikpijn, maar echt stukken minder. Ik kan beter naar de wc. En ik vind ook dat ik minder vermoeid ben. Ik kan het zeg maar minder onverklaarbaar vermoeid. En ik zal eventjes aan jullie vertellen wat het belangrijkste is wat er dus uit de test is gekomen. Dat ik een B12 tekort heb. Ik zeg nu heb, ik weet niet of ik het nog steeds heb, maar ik praat even vanuit toen. Dus ik moet een hoge dosering B12 slikken. Daarvan slik ik dus allemaal die van Vitakruid. Een intolerantie voor koemelk en lactose. En ook soja. En dat is dus heel grappig, want koemelk dacht ik al. Want ik wist dat als ik een cappuccino dronk met koemelk dat ik dan moe werd. Maar yoghurt had ik eigenlijk elke dag. Omdat ik dus dacht dat ik daardoor heel goed naar de wc kon gaan en dat het goed voor mijn darmen was. En ik denk dat het grootste deel van het wegnemen van mijn buikpijn komt doordat ik dus geen yoghurt meer eet. Echt bizar. En soja, nou ik had echt elke week wel sushi met sojasaus. Sojabonen mee naar mijn werk. En ik moest dat dus voor 75% vermijden, maar ik vermijd het wel meer. Ik eet heel af en toe nog een toast met brie of zo. Maar eigenlijk kan ik wel zeggen dat ik echt bijna geen koemelk meer neem. Wat ik wel dus nog eet af en toe is geitenkaas en dat moest ik nog checken bij Yvonne. Of dat nou wel of niet mag. En bijvoorbeeld echte vetten van geitenkaas. Want er staat niet dat dat lactose bevat. Maar volgens mij bevat dat ook lactose. Dus dat weet ik niet. Maar ik heb het idee dat ik daar wel beter tegen kan. Soms eet ik dan zo'n geitenkaas op een toastje. Of boterham met geitenkaas. Maar wel echt heel minimaal. En je mag het dus eigenlijk voor 25% wel. Maar volgens mij had ze toen ook gezegd van probeer het eventjes nu zo min mogelijk te doen. Ik had een magnesium en zink tekort. Dus dat slik ik ook bij. Ik weet niet hoe dat dus nu zit inmiddels. Een heel hoog testosteron. En waar ik toen wel heel erg van schrok is dat ik een superhoog stresshormoon cortisol had. Dat ik dus meer bewuste, ik heb het opgeschreven, rustmomenten moet pakken. En meer geluksmomenten moet creëren. En dat vond ik nog echt een heel belangrijk iets wat ik dus absoluut niet wist. En het is ook allemaal wel te verklaren, maar niet echt bij stilgestaan. Dus dat is iets waar ik nog steeds aan werk. Het is echt bewust relaxed. Zoals als ik een zitsrons heb gedaan. Letterlijk gewoon in de zon zitten. Niet met je telefoon. Gewoon relaxen. En ik merkte ook dat ik toen alles zo helder op een rijtje kon zetten in die week. Dus dat is heel belangrijk. En bewuste geluksmomenten. Dus dat is ook echt zo erg een tip voor andere mensen. Daar moet ik echt aan blijven werken. Nou, een hele belangrijke is dat ik een tekort heb aan spijsverteringsenzymen. En daarom slik ik dus die glutasiemen. Ik neem ze eigenlijk dus alleen bij de avondmaaltijd. Omdat ik eigenlijk altijd alleen maar buikpijn had bij avondeten. En eigenlijk niet echt overdag. Maar dat kan ook dus weer komen door... Ja nee, van yoghurt kreeg ik nooit echt buikpijn eigenlijk. Dus dat is weer wat anders. Die buikpijn kwam denk ik echt door die enzymen en die vertering. Maar ik moet zeggen dat ik het nu al niet meer elke avond neem. Zoals net heb ik het ook niet genomen. Omdat ik steeds een beetje beter weet wat ik wel en niet goed kan handelen. Dus dat gaat eigenlijk ook al beter. Verder zei ze, ja, mijn lichaam staat dus altijd aan door die hoge cortisol. En het gaat dus in overlevingsstand, omdat niet al je voedingsstoffen worden opgenomen, omdat je vertering weer niet goed werkt. Dus en door die stress, overlevingsstand, en doordat je vertering niet goed werkt, worden niet alle voedingsstoffen heel goed opgenomen. Dus misschien neem ik wel genoeg dingen met B12, maar wordt het niet goed opgenomen. En je lichaam ziet daarbij ook nog eens vet als iets veiligs. Dus als je lichaam in overlevingsstand gaat, wordt je vet ook nog eens sneller opgeslagen. Want dan denken ze, ik ga dat vet opslaan. En daardoor kun je dus weer minder makkelijk afvallen. Dus zoveel dingen werden me zeg maar helemaal duidelijk. Dus dat is super interessant. En ik ga binnenkort weer bellen met Yvonne. En dat zal ik dan even filmen. En dan ga ik ook even met haar bespreken hoe het nu gaat. Want dat heb ik nog niet gedaan. Maar dan heb ik in ieder geval dit nu in de vlog. En dan kan ik jullie dus ook vast vertellen nu vanuit de toekomst dat het dus echt al veel beter gaat. Dus ik raad zo'n test echt enorm aan. En dan ga ik zo nog heel even laten zien hoe dat er nou eigenlijk uitziet. Kijk, ik kreeg zeg maar een heel behandelplan. Het moest al 4 tot 6 weken. En volgens mij doe ik dat nu al langer, want ik kreeg dit op 13 augustus en het is nu 2 november. Wow, ik ben al heel lang bezig. Zo krijg je dan van alles. En nog veel meer. Maar dit is dan wat leuk is om te laten zien. En wij mogen jullie het zien. Dit is dus echt mega interessant. Ik zie de B12, die B11 had volgens mij ook te maken met die B12. Vitamine D had ik uiteindelijk ook nog met haar overlegd. Dus ik neem nu ook vitamine D druppeltjes van Vitakruid. En ja, dit is waarom ik volgens mij zo'n, ik weet niet precies, zink, magnesium. Er waren meer dingen die eruit kwamen, maar dat was dan, had weer te maken met iets of zo. Veel testosteron dus, overschot. En dit is mentale of emotionele stressreactie, verlengde stress, dat ik dus totaal niet verwacht. Volgens mij is dat dus ook een beetje die cortisol. Longmeridiaan, dat weet ik ook niet eens meer wat dat was. Dus dat zou ik ook nog even met haar moeten checken. Elektrosmog vond ik ook wel interessant, maar volgens mij heeft iedereen dat tegenwoordig. Omdat je zoveel met die stralingen te maken heeft. Ik film nu dus serieus alles. Ook waar ik nul heb, gewoon letterlijk alles. Omdat ik gewoon weet hoeveel mensen er struggelen met dit. En dan kan je even gewoon goed zien, kijk even wat er allemaal getest wordt. Weet je wel, het is niet normaal ook. Littekenblokkades bijvoorbeeld. Nou, dat test de dokter volgens mij echt niet. Vaccinatieblokkade, dat is niet normaal, maar dat is bij mij allemaal goed. Geopathie, waterader. Eet exorfinevrij. Vermijd suiker en soja, geen koemel. Oh, dit stukje wist ik weer nog niet eens. Maar het geloof dat je niet alles onthoudt na zo'n gesprek natuurlijk. Ik weet inmiddels niet meer wat alles is. Maar wat ik jullie net verteld heb, is in ieder geval het belangrijkste wat eruit kwam. Hier zie je echt lactose en soja. En zuivelkoe heel hoog. En zuivelgeit dus helemaal niet. Dus dat is gewoon zo belangrijk. En dan staat hier nog... Oh ja, dit is wat de testmensen, zeg maar, voor je schrijven. Want zij bijvoorbeeld ook multidag en nachtvrouw. En die had Yvonne er weer niet bij. Maar die heb ik nu alsnog ook gekregen van Pieter Kruid. Maar super interessant dus. Dus echt, het kost iets zo'n test, weet je wel. Het is niet goedkoop, maar het kan je leven gewoon veranderen. Ik meen het. En het is niet gesponsord. Ik heb dit puur gewoon van haar gekregen, wat heel fijn is. Maar ik zeg dit echt, omdat ik gewoon weet hoeveel mensen hiermee geholpen zullen zijn. En in het dagelijks leven ook, als ik hoor dat mensen ergens bij zitten. Ik raad echt iedereen dit aan tegenwoordig, want het is gewoon geweldig. Dus ja, doe dit, want het kan zoveel voor je veranderen. Oké, dan heb ik dat er nu dus ingeplakt. En het grappige is dat Vita Kruid ging mij toen dus volgen op Instagram. Toen zei ik van, hoe komen jullie bij mij? En ze kwamen dus via Yvonne bij mij. En het leek ze leuk om samen te werken. Aangezien ik dus hun pillen gebruik en er bijna doorheen ben. Om me dus een nieuwe dosis op te sturen. Dit had ik genomen toen ik ziek was. Maar ik heb de kuur niet afgemaakt. Ik weet niet of het zin heeft om nu nog te gebruiken. Dit is dan van een ander merk. Die moest ik ook slikken. Vrouwenformule, dus ook voor je menstruatie en zo. Mijn hormonen waren dus wel helemaal goed. Gebufferde vitamine C was niet per se uit mijn bloeduitslag, maar is gewoon goed om te nemen. En deze slik ik ook in de avond. Ik weet even niet of dat nou moest of niet. Maar ik heb nu van Vita Kruid ook een aantal andere dingen gekregen. Want die kwamen dus niet uit Yvonne er verslag, maar uit het standaard EMDB bloedtest. Verslag. Dus de persoon die mijn test heeft gedaan, die had dit nog opgeschreven. Dat dit goed is om te gebruiken. En dit is Relax Complex. En dat is ook met magnesiumtauraat. Maar ook nog vitamine D3. Dus deze gaat dan die magnesiumtauraat vervangen straks. Gebeurde vitamine C. Oh, dit is een pot met 100 capsules. Ik had 150. Maar het is hetzelfde. Glutazima. Hier ga ik heel snel doorheen. Die pot is bijna op. Dus daar moet ik echt elke maand een pot van hebben. De B12-combi, dat is dezelfde, maar ik had dus met 120 gekocht en dit zijn er 60. Dus hier ga ik wel kort voor mee kunnen doen. En dit moest ik nog hebben, zink, methionine en koper. Die had ik dus nog niet. Dat is ook goed om te slikken. En hetzelfde geldt voor multidag en nacht. Energie voor de dag, opbouw voor de nacht. Dat is ook nieuw. Deze slik ik dus nog niet tot nu toe. En dan nog iets. Heel chill. Ik las net ook... weer op Instagram dat iemand dit weer gaat slikken, want de R zit weer in de maand. En dan ga je vitamine D3 tekort hebben. Dus dit zijn de vitamine... Ja, dat is nog niet zo snel scherp stelt. Nou, hij stelt scherp op mijn hoofd. Dat is gewoon een instelling waarschijnlijk. Vitamine D3 voor het hele gezin. Dus ik ben voorzien van een aantal dingen. En dat is heel erg chill. En... ik heb net mijn brood gesmeerd dus over mijn werk, want dat scheelt me heel erg veel stress in de ochtend. Dat het vast allemaal klaar ligt, dus... Ik wil het laten zien, nou vergeet ik het. Ik heb hier... Ik probeer tot 12 uur mijn fruit te eten, dus ik heb witte druiven, wat frambozen en een golden kiwi. En dan heb ik ook nog een banaan en een appel bij, maar dat is best wel veel. En morgen moet ik werken tot half 5 en dan door naar Shiatsu. Dus ik ben 4:15 thuis. Dus ik heb best wel veel bij me. En dit zorgt ervoor dat ik dan daarna verder alleen nog maar hoef avond te eten. En dan geen behoefte heb om te snacken, omdat ik gewoon genoeg eten bij me heb. En dat werkt nu best wel goed voor me. Dus nu ga ik nog even chillen en dan naar bed. En doei! Hi! Ik had weer een goede werkdag en ik ben na mijn werk even naar Fem Rebel gereden. Want ik moest die nagel laten fixen. En daar hoefde ik niks voor te betalen. Maar ik vond het ook niet heel mooi. Het was een beetje dik en dat vonden zij zelf ook. Dus ze besloten om het even opnieuw te doen. En toen ben ik meteen ook maar van een andere kleur gegaan. Dus dit is een andere biap kleur. Dit is zeg maar geen Nail Art. Lekker roze. En dan heb ik deze die lichte biap kleur gedaan die ik laatst ook had. En heb ik als enige Nail Art hier een klein streepje op laten zetten. En hier een hartje. En ze zeiden nou, dan rekenen we alleen de Nail Art, zeg maar, €15. Maar ik zei ja, dat vind ik zielig. Dus ik heb €30 betaald. Maar wel netjes dat ze de rest niet wilden rekenen. Omdat ze vonden dat het aan hun lag eigenlijk. Maar nu is het zo mooi gedaan. Nu is het echt heel natuurlijk. Kunnen jullie het zien? Heel mooi dun. Perfect bij de nagelriemen. Ik vind eigenlijk denk ik het streepje nog leuker dan het hartje. Ik vind dit misschien nog wel leuker. Maar ik wilde ook een hartje. En alleen maar dit was ook leuker geweest trouwens. Je hebt dus heel veel biap kleurtjes. Die je gewoon kan doen. Als basiskleur. En dan heb je dus geen heel hard. Dus dat gewoon je nagel zeg maar. Leuk hè? Jongens, het is zo vroeg. Maar vandaag, nu heb ik heel goed beeld of niet. Is de dag dat Emma aan bed wordt geleverd. Zo leuk. En het is heel erg vroeg. En Hanix en zo druk. Dat we echt gewoon... Sorry trouwens, we waren vergeten om het hier leeg te maken waar het bed moet komen. Dus net echt zo'n half 8 zei ik. We moeten even de kamer leegmaken. Dus dat hebben we net gedaan. Het wordt zo bezorgd met JPH, Delivery uit Haarlem ofzo. En we hebben dus de service dat het ook helemaal voor ons in elkaar wordt gezet en erboven wordt getild. Dus zo chill. En ze samenwerken, ik krijg er geen geld voor, maar we hebben het bed gratis gekregen. Super relaxed. We hebben een boxspring deluxe met donkergrijs en een mooi hoofdbord en zo. 2x2. Zo benieuwd. En dan kunnen we eindelijk lekker gaan slapen. Want nu slapen we dus het soort van apart. Want ik kan niet samen slapen op zo'n heel klein bedje. Dus dan liggen we op 2 aparte bedden. Dus dat is wel heel leuk natuurlijk. En het is natuurlijk nog niet geverfd hier. Dat gaan we nog waarschijnlijk door designmuren laten doen. Maar nu is het hier leeg. En ze kunnen elk moment komen. Ze hadden ook gebeld een half uur van tevoren. Dus dat is heel chill. Ze zijn er om 7:50 of zo. Oh ja, en de kast staat al bijna. Dit hadden we samen gedaan. Maar toen ik aan het werk had, heeft Haag gisteren dit weer aangezet. Dus de basis staat. En nu staat dus alles hier. En hier komt dan het bed. Hij is nog steeds ingezoomd op mijn camera. Maar dit is nu vrij. Spannend hoor. Oké, het hoofdbord past niet door de trap naar boven. Dus die hebben ze neergezet en die gaat Haan dan even met wat vrienden vanavond naar boven tillen. Dus ik kan hem niet helemaal laten zien hoe die af is. En hij is natuurlijk nog niet opgemaakt. We hebben ook nog helemaal geen bedden goed, denk ik voor nu. Maar ik zal het even laten zien. Wat ik ook heel fijn vind is, ik vind de topdek dus heel lekker liggen. Maar ik weet dat ik normaal niet van topdeks hou. Maar mocht je hem er dus af willen halen, dan ligt eronder gewoon een matras. En dat is heel fijn. Want vaak bij boxsprings zijn er 2 losse en dan val je zeg maar uit elkaar. En dat is waarom ik boxsprings nooit zo chill vond. Dus dit is echt top. Met dat hoofdbord erbij wordt het zo chic. Hij staat ook nog niet helemaal tegen de muur nu. Maar ik zie dat ik hem nog eventjes goed hier recht moet gaan trekken of zo. Bij die plooien. Maar ik kan niet wachten om hierop te gaan slapen. En dit op te ruimen. Nou, dit is hem. Oh, ik zie dat ik hem nog even recht moet trekken. En ik heb er net op gelegen. En het ligt oprecht zo lekker. Want ik zie altijd iedereen zegt dat het geweldig ligt. Maar ik heb het nooit zelf gevoeld. Het ligt echt geweldig. Hallo jongens, ik heb nog niks gevlogd vandaag, want ik was de hele dag het huis aan het schoonmaken en opruimen. En nu hebben we een feestje. En ik heb dus helaas geen beelden van alles. Maar we hebben allemaal pizza's, truffeltapenade, caprese, veggie, tonijn, salami en sushi. Lekker. Ja, het feestje is weer afgelopen. Ik heb vandaag voor de verandering dus een keer heel weinig gevlogd. Maar ja, jullie weten toch wel een beetje hoe ik dat doe met borrelen. Maar dit was een beetje borrel. Aan het begin. En daarna hadden we lekker eten. En we hadden echt, ja, eigenlijk alle drankjes hier zijn. Lekker bonbonnetjes op het einde. Sushi, pizza. We hadden met papieren wegwerpbekers gedaan. Dus dat is ook wel heel erg handig. En dit soort dingen is allemaal niet gebruikt. Chips. We kregen nog cadeautjes. Echt super leuk. Een bon van €50. Echt super lief. Lekker rode wijn. Bruiswijn. Dropshop gâteau. Bloemen. En hier nog een soort van luxe van die bierdingen en zo. Super lief. En het huis ziet er echt veel gezellig uit. En ik ben dus de hele dag opgeruimd. Echt superleuk. Iedereen was helemaal blij en happy. Het is een goed gevoel. En dit is trouwens ook echt een succes op een feestje als mensen rode wijn drinken. Zo handig, zo'n tap. Nou, superleuk. Voldaan. En het is ook nog helemaal niet zo laat. Het is 22:30. Ik moet morgen nog even werken, dus ik ben blij dat het niet heel laat is. Maar het was leuk. Hallo, het was een kort nachtje. Maar het was echt zo'n leuke avond gisteren. En nu heb ik kinderen met naar gym gebracht. En ga ik terug naar school. Hola. Ik had trouwens wel mee oplopen en ondanks alles. Bart komt er even gezellig random langs. En we hebben... Oh, hij is super rood het gerecht, zie ik. We hebben onze lievelingskip besteld. Het is eigenlijk kip tandoori, maar het heet kip chicken masala. Dit is het dus. Zo, hij ziet er nu ook echt super... Wow, hij is nu echt heel lekker. Maar Bart doet dus echt heel veel voor ons hier in huis. En Mel ook. Dus nu hadden we eigenlijk random net even een cadeauman samengesteld. Superleuk. Jullie weten dat ik dat heel leuk vind. We hebben deze. Dat is het allerleukst. En allemaal random goodies. Erbij, ook voor de kids. Dus dat. Weer een bakkie gehuurd hoor jongens. Niet eens voor het grofvuil. Maar het is wel mooi meegenomen dat we het ook meteen kunnen weggooien. Hallo. Nou, voor huisvlogs heb ik trouwens 80% van de keer dit jurkje. Maar dit is mijn jurkje wat ik draag als ik ga klussen of naar woonwinkels ga. Of ongesteld ben en iets bij iets aan wil. Dus ik heb deze zo vaak aan. We gaan even, we zijn nu bij Ikea Delft. We zijn dus net naar het scheidingsshow geweest. Grofvuil, volgens mij zo noemen. En heel veel weggegooid dus. Omdat het nu toevallig toch een boedelbak hadden, wat ik zei al. Want ik zag gisteren dat 2 glazen planken voor onze kast op voorraad zijn. Dus toen hebben we €5 betaald dat we het kunnen laten ophalen, zeg maar. Voor het geval dat het al uitverkocht was. Dus dat gaan we nu doen. Ik heb het nog nooit gehad. Hier moet je zijn om je bestelling op te halen. Ik denk de pijlen volgen. Denken jullie dat je in de auto blijft zitten? Dat zou ik echt tof vinden. Als het een soort van McDrive is. Oké, je moest gewoon lopend erheen. En het duurde 3 minuten voordat het gehaald werd, denk ik. Dat was jammer, we hadden maar 2 platen. Want... Ik kreeg dus een tip van jullie dat je gewoon blijkbaar je meldingen aan kan zetten voor wanneer die kastonderdelen weer op voorraad zijn. Wist ik niet. Dus kreeg ik gisterochtend een melding dat de 2 glasplaten die we willen er weer zijn. Dus die heb ik toen meteen besteld en dan voor €5 dat je het vandaag kon ophalen. Want ja, we moeten wel... Je weet niet wanneer het anders weer is, dus steeds alle losse onderdelen verzamelen. Dan moeten er nu nog steeds een paar. En nu hebben we dus een aanhanger, want we gaan naar loods 5. En ik zei laten we maar voor de zekerheid een aanhanger erbij doen, want je kunt spullen daar meteen meenemen en zo. En straks zien we leuke dingen. Dus, en er zitten daar nog allemaal meer winkels. Dus misschien vinden we wel een bank voor de eettafel of stoelen of salontafel of lampen, whatever. En dan kunnen we het lekker makkelijk meenemen. En het is trouwens super mooi weer vandaag, dus dat is ook leuk. Kijk, ik had het op Insta gedeeld dat ik op zoek was naar van die barcard serveertafels voor drank en zo. Maar die echte toffe uit 1950, die heb je bij van die vintage winkels, die zijn wel bijna €1000. Maar hier heb je ze dus ook. Dus dan bijvoorbeeld een kleine €200. Het is wel minder tof, maar het is wel leuk. Ik heb sowieso echt geweldige dingen hier, dat heb ik al gezien. Zo'n halve vind ik ook altijd wel heel leuk. En ook praktisch. Mooie spullen hoor. Nou, dat was de 2e keer aanhanger gehuurd voor niks. Ik ga dat dus in ieder geval niet meer doen. Ik wist gewoon zeker dat we toffe dingen zouden vinden, maar niet te doen. Stoelen zitten niet lekker, banken zitten niet lekker, zijn niet mooi. Maar... 1 ding is ons wel gelukt. En dat is dat we eindelijk een barkruk hebben gevonden. En toen bleek er nog maar 1 voorradig te zijn, maar ze leveren gratis. Het is van loods 5. Kijk eens. Een leuning konden we wel opgeven, want dat gaat gewoon... Die zijn allemaal te diep. Deze is volgens mij 32 centimeter. En de tafel gaat nog meer naar links. En nu zou het al kunnen. Dus... Misschien had het zelfs nog dieper gekund. Maar dit oogt gewoon top. Het oogt super klein en het zit gewoon prima. Dus daar zijn we blij mee. Dan gaan we er nog even 3 bij bestellen. Er zouden er nog 4 bij kunnen, maar dat is een beetje vol. Oh ja, en ik heb nog iets gekocht waar ik wel heel blij mee ben. Dat is deze. Ook bij loods 5 dus. Ik vind hem zo geweldig, want het is zeg maar heel cute. Natuurlijk is het een eindje voor baby's, maar doordat hij zo glitter heeft, vond ik hem serieus gewoon fashionable. Dus misschien... Ik vind het serieus leuk om in huis te zetten. Ik weet nog niet wat ik ermee ga doen, maar het wordt echt een ding om neer te zetten. Echt decoratie. Ik vind hem heel schattig. Hij was wel €17. Maar goed. Wel van mijntje. Nou, dit is de status. Het bed is trouwens echt gorgeous. Maar het ziet er nog niet zo mooi uit omdat het nog niet goed opgemaakt is. Gisteren heb ik dus heel veel dozen weggehaald zodat het naar het grofvuil kon. Daardoor ziet het er zo uit. Ergens niet heel handig, want nu is het best lastig om de kasten in elkaar te zetten. Maar mijn doel is om nu eventjes de planken in de kasten te gaan zetten en te kijken hoeveel kleding ik kwijt kan. Ik heb ook nieuwe haken gekocht, hangers. Helaas niet die velvet hangers, want die zijn er niet meer. Ik probeer nu heel netjes te filmen, maar niet dit wat ik normaal doe. Oh, zien jullie dit? Ik schommel nu zwaar met mijn camera. Daarom is hij ingezoomd. Ik heb de beeldstabilisatie aangezet. Kijk, ik ga nu helemaal op en neer en hij doet... Oh, nice. Wat vinden jullie hiervan? Maar ruil hiervoor is dus wel altijd ingezoomd beeld. Anyhow, daar ga ik even mee beginnen. Oké, het is nog steeds een mega chaos. Het lijkt alsof er niks gebeurd is. Maar dat is er wel. Lotte komt zo, dus ik ga nu stoppen. Ik moet nu stoppen. Daarom is het echt goed dat Lotte komt. Want anders was ik weer doorgegaan en had ik weer niet gechilled vandaag. Maar het duurt lang, zoals je kan zien. Heel harde jas en zo. Kijk hoe heftig. Zo dichtbij is het. Oh, wow. Maar in ruil daarvoor... Kijk. Ja, die stabilisatie is wel top dan. Ja. Ja. Dus ik moet dat denk ik dus bij mijne ook altijd. Wat ruik ik nou? Ik ruik ook verf. Jassen hebben we nog niet. We wilden een kast laten bouwen, kost 3000 euro. Gaan we niet doen. Had je de tv al gezien? Huh? Oh nee. Was hij er vorige keer? Jawel. Nee. Die avond daarna kwam die. Hebben we met Beamer gekeken? Ja, we hebben Beamer gekeken. Het is dus een schilderij tv. Hij is echt mega groot. Ja, ik vind het dus wel meevallen aan deze muur. Ja, oké. En mijn geheugen is natuurlijk weer vol. Kijk, maar dit lijkt dus niet op een schilderij nog. Dus we weten het nog niet zo goed. Oh. Maar hij vond dit een mooi plaatje. Oké. Hé, het rijtje viel. Zag je dat? Zo ingezoomd. Oh, het ruikt echt zo lekker. Deze ook. Dit is wel een mooi scherp beeld. Ja, echt lekker. Bon appétit. Bon appétit. Je vorige vlog was ook toch met deze camera gefilmd? Ja. Die hele lange. Maar dit was niet goed. Helemaal niet goede instellingen. Nu wel. Weet ik dus niet. Lastig. We hebben hier aloo naam, dat naambrood met aardappel. Volgens mij heet het hier chana masala, maar het is een soort chicken tandoori. En een soort zoetige saus, echt heel lekker. Dus raita met een beetje zelfde chicken en komkommer en rijst. Ik was zo benieuwd naar de zuiver spike stoel met roze en rood dan. Dat ik er eentje heb besteld. Want hij weet niet of hij het mooi vindt, want het best wel roze is. En we weten niet of het lekker zit. En het heeft geen armleuning, maar we kunnen... Ik heb even mijn voet voor het adres. Zo moeilijk een leuke stoel vind dat ik hem dus dat ik er eentje even heb besteld, want het was morgen in huis en het was gratis verzending en gratis retour. Het is best wel een kleine doos, maar ik moet hem dus even in elkaar zetten. Ik ben echt benieuwd. Jongens, we zijn denk ik 1,5 uur bezig geweest, want dit... Kijk, nu ik het weet is het niet moeilijk, maar mocht je deze stoel dus willen... We zetten hem dus in elkaar. En er zat echt letterlijk zo'n gat aan lucht. Maar dat komt dus omdat je alles op z'n allerlost erin moet doen. En dan moet je het helemaal... Dat je denkt, ik mol het, helemaal... duwen, trekken en alles. En dan alles recht trekken, dan past hij. Maar ik ben zo gelukkig, want ik vind hem niet normaal mooi. Ik vind het de mooiste stoel die ik heb gezien in mijn leven. Echt waar. En hij zit dus heel goed. Maar we wilden eigenlijk armleuningen, maar dat heeft deze niet. Maar ik ga hem nu laten zien. Dit is hem. En we willen dus niet een te roze huis, want dan is het niet leuk voor haar. Maar ik vind eerlijk, dit een stoere kleur roze. En dan in combi met dat stoere zwart. En hier bij deze hoek vind ik hem dus niet vrouwelijk. Ik vind hem zo... Ik ben helemaal... Niet normaal. Ik ben zo enthousiast. En hij ondersteunt je rug heel goed. Dus ik ben helemaal dol eigenlijk. Het is echt nog beter dan ik had verwacht. En het matcht hier zo mooi. Dus ik denk dat we er nu 3 moeten. Hij is best wel breed trouwens. Je hebt hem ook met grijs. Maar dat vind ik het hele effect een beetje verpesten. Maar ik weet niet of er 3 gaan passen hier. Of dat... mooi is. Maar ik ben helemaal verliefd. Ik ben zo verliefd op de stoel. Het is niet normaal. Ik ben er echt dolgelukkig mee. Want ja, het is op een gegeven moment zo tegen gaan staan, die meubeljacht. En dat ik nu iets heb gevonden waar ik echt zo verliefd op ben, ben ik heel blij om. Morgen komt de grijze. En dan gaan we kijken wat we daarvan vinden. En of we dan voor roze en grijs gaan. Of toch nog een derde erbij. Maar we denken het niet. Ook in verband met de barkrukken. Ik heb trouwens gebeld. En ze gaan kijken of ze voor ons kunnen leveren, de andere 2 barkrukken. Maar goed, haal ze even weg. Die komt straks thuis en ik zei dat ik salade ging maken. Dus ik ga een pasta salade, Grieks maken en een andere soort salade. En ik flikker er van alles in en we gaan het wel zien. Nou, ik weet dat jullie het leuk vinden om juist mijn ik doe maar wat recepten te zien. Dus ik vind die eigenlijk ook altijd het leukst. Ik heb echt random dingen gemaakt. Wat gebeurt hier? Huh? Waarom zoomt hij nou zo in? Oh. Nou, gewoon met wat ik in huis had. Dus dit is witte tonijn. Ik had zo'n groot blik. Hij gaat hier. Oh, dat doe ik. Zo'n groot blik van de Hij is wel veel stabieler sinds hij ingezoomd is. Van de Lidl met witte tonijn. Had ik vorige week opgemaakt, dus dat moest nu ook eigenlijk op. Dus wel handig. Radijsjes die nog op moesten. Puntpaprika die nog op moest. En dan heb ik wat olijfolie, een halve rood uitje, sesamzaadjes die ik nog had liggen. Volgens mij is dat al wat hier doorheen zit. En dan doe ik hier dus pasta ook bij. En misschien wat mayo, want er zit ook geen zuivel in. En ik weet niet wat er nog meer lekker bij is. Ik denk niet te veel. Misschien nog mais. En dit is heel simpel. Komkommer met het natte eruit gehaald. Tomaatjes, niet het natte eruit gehaald. Echte feta, soorten olijven, ook een half rood uitje. En eigenlijk van die snoeppaprikaatjes die ik ook nog over had. En olijfolie, zout, peper. Ik doe straks de pasta erbij, dan ga ik proeven. En dan kijk ik gewoon bij beide salades wat ik er nog bij doe. Maar ik denk dat het wel lekker is. En dan gewoon dus echt koud, niet lauw warm. Ik doe hem gewoon koud. De pasta is eigenlijk hier verbeeld. En uiteindelijk heb ik nu een beetje weinig pasta hierin. Want ik wilde niet te veel pasta. Ik heb 300 gram pasta of zo. Dit is sowieso te veel eten hoor. Maar dit is heel lekker als er restjes van zijn. En hier heb ik de bakjes raita die ik nog over had van het Indiase eten bijgegooid. Mais vind ik niet echt heel lekker omdat het zoet is. Het kan wel, maar ik vind het niet echt top. Maar ik mis nog iets van een zuurtje. Ik twijfel of het lekker is om er augurk doorheen te doen. Ik laat het even staan, dan ga ik straks proeven wat er nog bij moet. En deze is lekkerder omdat hij veel meer smaak heeft. Maar ik heb hier nog een appeltje doorgegooid. En hier nog een beetje tzatziki kruiden. Balsamico crème. Verder niet zoveel. Deze is gewoon wat simpeler, maar het is van die... feta die het niet heel erg afbrokkelt. Dus dat is eigenlijk beter als die wel brokkelt. Want dan wordt het ook een beetje saus. En nu blijft het echt geheel. Eigenlijk moet je dit hebben. Een beetje stukjes. En eentje die een beetje het mengt. Maar oké. Nu stop ik. Nu vind ik het prima. Hallo. Ik ben zo moe. Ik heb vandaag mijn tweede invaldag gehad. Maar echt een super lange dag. Het is al bijna 5 uur. Ze hebben hier continu rooster. Ze hebben tussendoor ook kunstvakken. En tot best wel laat school. Ik had een groep 6. Best wel pittig. Heel druk, kostte heel veel energie, onwijs vakken gegeven. Rekenmethode kende ik en de leesmethode kende ik, maar taal niet, spelling niet, natuur niet. Zo was dat het. En nou, ik ben echt heel erg moe, maar ik was al wel moe. Het was een pittige dag, het ging wel, maar het kostte me heel erg veel energie. En als je al niet zoveel energie hebt en ik heb een beetje keelpijn en dan... heb je een groep waarbij je echt wel hard moet praten, dan is dat best wel moeilijk. Dus ja, dit was wel pittig. Eventjes andere energie krijg ik hiervan dan de vorige keer. Maar de uitdaging is super leuk nog steeds. En ik ben nu echt wel heel benieuwd naar mijn volgende keer invallen. En dan moet ik morgen gewoon weer op mijn normale werk werken. Dus ja, grappig hoe mijn leven nu zo anders is dan eerst. Maar ik hou ervan. Salad. Ik heb een €3 basissalade van de Jumbo, kip curry. Dan heb ik nog selderij, mais, olijven, feta, komkommer, paprika, tomaat bij gedaan. Dat was het volgens mij. Ja. Even roeren. Er zit ook wat pastaatjes door. Ik heb weer een leuk pakketje gekregen. Want ik krijg dus 3 pakketjes, als het goed is, om de 3 maanden of 4. En dit is de tweede box. En het ziet eruit alsof het producten zijn die ik echt heel leuk vind. Kijk. Radiance Vitamin C Daily Brightening Moisturizer. Met een dagelijkse boost vitamine C laat deze frisse en lichte crème jou dof en vermoeid uitziende huid weer stralen. Het leuke is dat de vorige crèmes die ik heb gekregen, vond ik zo prettig dat ik ze zelf in full size heb besteld. Die Aqua Luminous dag- en nachtcreme. Dus hier ben ik nu ook heel benieuwd naar. Deze hoort er ook bij. 15% vitamine C serum. Brighter and glowing skin in just one day. Dit ga ik echt meenemen op vakantie, denk ik. Het ziet er super chic uit. Beetje herrie hier, maar goed. Protect and Perfect Intense Advanced Nourishing Hand and Nail Treatment. Heel handig, want ik heb echt droge handen nu met die kou. Dit ziet er ook geweldig uit. Face Soap. Dit merk is zo leuk. Vitamin C Facial Wash. Heerlijk. Allemaal van die lekkere scrubjes erin. Dus van die scrubjes die volgens mij oplossen. En dit nog. Een Bakuchiol serum. A plant-based alternative to retinol. Oh. More radiant, healthier and smoother. En als laatste. Glow cleansing stick melts away makeup. Plus nourishes skin. Oeh. Nou, dit zijn echt hele fijne producten. Ik hou echt van skincare producten. Want make-up gebruik ik niet altijd. Maar dit gebruik ik echt allemaal. Dus ik ga dit weer lekker testen deze weken. Dit is trouwens... ik voel me niet zo lekker deze dagen. Dus daarom vlog ik ook niet zoveel. Maar dit is hoe de kasten er nu bij zijn. Hij heeft de deuren gehaald. Die staan nu zo in plaats van gordijnen, dus dat is heel chill. Maar hij heeft hier al een eerste lader in gezet. En hij heeft alle laders al in elkaar gezet. En die moeten er dus nog in. We wilden eigenlijk de lades zonder glas. We wilden eentje met glasplaat. Kijk, wat wij dus wilden. Auw. Ik had niet echt inspiratie, dus ik heb gewoon hazenindeling nagemaakt. Onder niks, want daar moeten scharnieren, dus dan kan het niet. Dan wilden we 2 normale zwarte lades zonder zo'n glas, zeg maar. Dus nu kijk je er dus recht doorheen. Dat is best wel onrustig. Maar die zijn gewoon echt niet te krijgen. We wilden 2 normale, dan eentje met glas. Dan een uitrekbare plank en dan een glasplaat. Maar die uitrekbare plank is er niet meer. En die normale lades, het is gewoon heel onzeker of die nog kwamen. Dus ik zei, laten we gewoon 3 van glas doen. Dus wel wat onrustiger, maar als we gewoon netjes met bakjes doen. En er zit de deur voor, maakt het ook niet uit. Dit is nog niet opgeruimd, zoals je kan zien. Dus dan komen er 3 glazen. En daarboven een glazen plank. Dat is het. En als er nog heel veel ruimte over is, dan kan er misschien nog een plank. Ik moet even kijken. Maar dit is het dus nu. En hier moeten dan nog allemaal plankjes in. Deuren erop. Dus ja, het zit dus nog steeds echt een zooi, maar al wel een stukje beter. Het ziet er hier nu echt niet uit. Oké, morgen ga ik dus op vakantie en ik ben er echt aan toe. Je kan het ook aan me zien. Ik ben aangekomen, opgeblazen. Ik zie er moe uit. Ik ben ziek. Gewoon helemaal aan toe. Het is natuurlijk ook een vet drukke periode geweest. Nu ga ik eventjes bestellingen maken voor de webshop. En dat is heel lang geleden, want ik heb hem heel lang op verhuizen gezet. Dus ik maak de bestellingen die binnen zijn gekomen. En dan ga ik deze vakantie dus gebruiken om lekker alle sale en zo, wat ik al heel lang wilde gaan doen, erin te knallen. Dus mega sale. Om lekker allemaal leeg te gaan verkopen. En dan kan ik weer lekker een beetje nieuwe dingen gaan. Nou, dat is een beetje mijn doel. Maar nu moet ik even bestelling maken. En daarna ga ik even lekker wandelen naar de Kruidvat. Het zonnetje schijnt. Wandelen, het kwartiertje lopen. Maar mijn tandenborstel is kapot gevallen. Ik heb die Philips Sonicare, echt geweldig. Maar dan echt die dure, met meerdere standen in het roze. Hij is gevallen en hij is kapot. En ik wil wel op vakantie een tandenborstel. Hij is nu 30 euro korting. Die iets simpelere variant. Dus die ga ik zo even halen. Ja, en ik had echt niet wachten tot ik terugkom uit Zwitserland. Ik weet gewoon dat zo'n weekje met mijn moeder me zo goed gaat doen. Lekker uitrusten en zo. Daar heb ik echt heel veel zin in en behoefte aan. En hij gaat niet mee, want die moet gewoon werken. En die heeft gewoon verplichtingen hier. Maar het is ook echt wel lekker om af en toe eventjes lekker alleen te zijn. Dus voor hem is het ook lekker om even lekker een beetje voor zichzelf te hebben. Voor mij is het lekker om even lekker met mama te zijn. Maar ik had wel heel leuk gevonden als hij mee was geweest natuurlijk. Maar dit is ook wel lekker. En waarschijnlijk dacht je dat mijn kantoor al lang opgeruimd was. Nee. Het wordt er ook niet beter op. Het is nog steeds geen prioriteit. Dus zoals je kunt zien. Volgens mij doet mijn printer het dus niet. Dat zul je altijd zien. Het is wel echt grappig, want ik vermijd heel erg deze kamer, merk ik. Want daarom vakantie toe. We zijn echt, nog geen seconde hebben we echt kunnen genieten van het huis. Weet je? We zijn alleen maar bezig. Een nieuwe baan is natuurlijk ook niet zomaar iets. En al werk ik nu minder dan eerst. Het is natuurlijk veel minder stabiel. Dus in die zin vermoeiender, omdat het allemaal nieuw is. Wat ik wel heel leuk vind. Maar we zijn ook elk vrij moment alleen maar bezig voor het huis. In mijn kantoor kom ik niet aan toe. Dus zo lekker om even uit te zijn. Ook om dan eventjes verplicht. Ik ben ook altijd best wel van het doorgaan. Dus voor mij is het fijn dat ik dan eventjes verplicht niks in het huis kan doen. En eventjes lekker weer mijn eigen dingetjes kan doen. Zoals mijn webshop en mijn video's bij laten lopen en zo. Voor haar is het ook gewoon heel lekker om even voor zichzelf tijd te hebben. Waarom doet hij het niet? Ook omdat ik best wel een druk persoon ben die altijd maar door wil gaan. Dus het is voor hem ook wel heel erg lekker dat ik er even niet ben, denk ik. Ja, en ik knap altijd gewoon heel erg op van bij mijn ouders zijn. Ook bij mijn moeder lekker Zwitserland. Lekker gezond eten, lekker wandelen. Niks moet, alles mag gewoon even. Het gaat me echt goed doen. Heerlijk is dat. Even eruit. Als je dat kan, als je die mogelijkheid hebt, doe het. Dat is echt belangrijk. Ik denk dat hij het nu gaat doen, als dat niet goed dicht. Heel erg bedankt trouwens aan iedereen die gewoon heeft besteld. Ondanks het feit dat ik niks heb gepromoot en er stond dat de leverduur super lang was. Doet hij het? Nee, man. Ik dacht, nu komt hij er heel mooi uit, maar nee. Dit is trouwens heerlijk dat die doosjes hier al klaar staan. Dat is zo chill. Ik heb ze ook gewoon op al die lege plekken. Oh, dat is wel een beetje een groot doosje. Ik heb volgens mij even nog geen kleinere. Deze. Voor het lange wachten doe ik hier ook nog een goodie bij. Ik vind het liefst dat mensen dan willen bestellen. Deze trui met de joggingbroek. Ik heb de trui ook, de broek niet, want die pas ik niet. Volgens mij is er nog maar 1 setje nu. Baal dat ik niet meer heb besteld, want dit is echt een hit. Ook altijd leuk als mensen nog sale items kopen. Die zijn ook echt niet minder leuk, omdat het oudere collectie is. Maatje 34, dus dat verkoopt niet zo snel. Maar wel leuk als je die maat hebt, want dan kan je toch voor €20 zo'n superleuk jasje scoren. En deze broek, waar die Lotte ook heeft. En ook nog deze cuties. Oh, dit shirt is ook zo leuk. En ready. Dit blijft echt een van de mooiste kettingen ooit, vind ik. Zo mooi. Ik ben even aan het kijken voor een box van €65. Ik doe dit mooie jurkje, denk ik. Maat S, deze trui. Nooit op de website gestaan. En nog een zwarte jurk. Ja, er staat niks bij qua beschrijving, dus ik hoop dat je dat leuk vindt. Het zijn totaal verschillende items. En ik doe deze erbij. Alles kunnen maken, jee. Nu even een broek aan. En wegbrengen. Nou, helemaal kapot. Ik voel me wel 87 of zo. Maar het is wel allemaal gelukt. In ieder geval, hij is er niet, want we hadden vandaag een verjaardag. Van een dochter van vrienden. Maar ik ben natuurlijk niet gegaan, want ik hoest echt de hele tijd. Ik ben gewoon niet lekker. Dus ik heb even kip gehaald voor mezelf. Die ga ik in de oven doen. En verder zei mijn moeder van neem ook een paar boodschapjes mee. Want de eerste dag kunnen we sowieso geen boodschappen doen. Zondag dan komen we aan. Is ook laat. En Zwitserland heeft ook sommige dingen niet. Of het is echt vet duur daar, weet ik nog. Dus ik dacht, dus ik heb vast in mijn auto havermelk. Een paar van die mixdrankjes. Druiven, komkommer, afbakbroodje. Gewoon dat we een paar dingen hebben om daar te starten. Bananen, love it. Mijn moeder is ook zo. Vinden we het echt heerlijk om dat dan zelf mee te nemen. Dus je in ieder geval wat hebt daar. Dat vind ik ook wel heel fijn. Dus dat ligt alvast in mijn auto. En er liggen ook echt wel schoenen in mijn auto. Allemaal. Ik doe echt niet een nette koffer of zo. Ik pleur het straks gewoon allemaal in de auto. Verder heb ik, ja. Tandenborstelmissie is gelukt. De tandenborstel die ik wilde. Kijk, deze heb ik al. Super duur is deze. Echt €140 of zo. Deze wilde ik. Maar ik wilde nu gewoon die minder bijzondere nemen zonder die drie opties. Want die gebruik ik nooit met whitening en zo. Maar die was op en die had 35% korting. Toen zei hij dat deze 50 was. Maar volgens mij klopt het niet. Maar ik dacht oké, prima. Dus was deze nu 62,50. Terwijl die ik wilde kopen, die simpelere, kost 50. Nou. En walnootjes van die, echt van die rauwe. Die zijn zo lekker. Ik kon mijn lenzen niet vinden. En die ik nu in heb al te lang in. En ik denk morgen vakantie, dus ik haal eventjes daglenzen. Wel minder chill, maar beter dan niks. En het contour. Wow, wat donker. Ik dacht ik neem een keer die donkere. Als ik weer een keer contour wil. Maar deze is wel heel donker. Maar die lichte vond ik altijd. Eén keer gebruikte ik daar nooit van. Dus oké. Voor als ik weer ongesteld word volgende maand. Woesttabletten. Ook om mee te nemen naar Zwitserland. Dat ik eigenlijk ook al in mijn auto moeten leggen. Ik hoef mascara niet mijn favoriet, maar wel een prima optie. Hele leuke bruisbad. Ook al hebben we geen bad. Nagelriemolie, want dat raden ze echt aan bij die nagelsalon. En het ziet er echt goor uit. En dit. Maar volgens mij had ik deze al een keer gekocht met een glitterversie. Die vond ik niet chill. Maar deze zag ik bij de kassa. En hij is rood en ik wilde hem gewoon proberen. Tenminste licht, zeg maar zo. En ik ben nu echt heel moe. En dat was het. Nu ga ik lekker kip in de oven doen. En tv kijken. En ik wil nog mijn tas pakken, maar dat heb ik echt zo gedaan verder. Oké, jongens, dan ga ik de vlog hierbij afsluiten. Sorry dat het weer zo laat is. Ik heb gewoon nog niet echt een ritme of zo qua dit soort dingen. Het is gewoon, het blijft nog heel druk. En weer heel erg bedankt voor al jullie lieve reacties. Daar word ik echt heel blij van. Vergeet niet te volgen op Instagram en tot bij de volgende vlog. En dan hoef je duimpje omhoog. Doei!